Zoals het er nu uitziet gaat het goed. De wind is in elk geval rond 12 uur zo zacht, zo weinig dat we het vuurwerk kunnen gaan afsteken. En het zal een heel klein beetje regenen, maar het is niet koud, dus geen reden om niet te komen. Dus het vuurwerk kan doorgaan? Zoals het er nu uitziet kan het doorgaan. Stel nou dat de wind spelbreker wordt, wat is dan het alternatieve plan? Ja, dan is er een alternatief scenario, maar dat is natuurlijk veel minder leuk dan vuurwerk, dus we gaan daar gewoon niet van uit.